Dit is Gamers Net in 1 minuut van de week van 22 juli. En in deze komkommertijd is er toch wel iets gebeurd. Want Sony heeft gehint naar een prijsverlaging van de PlayStation Vita. En daarnaast kregen we nieuwe rassen te zien van Wildstar, de nieuwe game van NCSoft. Maar het is zomer en dan doen we natuurlijk vooral zelf hele leuke dingen. Zo gingen Leon en Nick naar Walibi voor het event Game On. En hadden we onze allereerste Gamersnet Fandag. Het gaat natuurlijk om die Guild Wars 2 broodrooster, hè. Het is enorm spannend. Er is natuurlijk geen geldbedrag op te zetten op zo'n enorm vette broodrooster. Sommigen schatten dat in één keer wel 100. En de winnaar van het Guild Wars 2 zweetbandje van vorige week is Bartotelli. En omdat we deze week ook de Pikmin 3 review online hadden staan, geven we deze week weg deze kekke Nintendo sleutelhanger. Tot volgende week.